Oké, we staan bij de IJzeren Man. Het zeilseizoen begint weer. Vertel. Gelukkig. Het heeft even geduurd en het is nog met een hele hoop mitsen en maren. Morgenavond kunnen voor dit seizoen de boten weer gebracht worden. Maar dan is het in verband met de coronacrisis brengen, intekenen voor de surveillance en weer naar huis toe gaan. En welke andere maatregelen worden er nog genomen in verband met de coronamaatregelen nu? We zeggen toch het meubilair wat hier staat, dat bergen we nog even op. Toiletten blijven nog gesloten, clubhuis blijft gesloten. Dus als de mensen straks willen zeilen of zwemmen, dan is het hier naartoe in je bootje of in het water. En weer uit afdrogen en naar huis toe. Douchen kan dan hier ook niet. En dat, hoe lang gaat dat duren? Dat weten we niet waarschijnlijk. Hè? weten we dat maar. Hè? Of wisten we dat maar. Ja, vorige keer stonden we hier omdat er veel te weinig water was. Hoe is het nu? Want dat is voor het zeilen natuurlijk wel heel belangrijk, lijkt mij. Ja, geef ik eventjes het woord aan Cor. Die weet er alles van. Nou, we hebben nu een peilbereik van 75 centimeter als toen. Ja. Dus het is nu weer op een normaal peil eigenlijk. Oké, en de tendens? Stijgend of dalend? Of? Nou, wat er nu weer gebeurt is toch dat er alweer 5 centimeter gezakt is. Oké, en er is nog verder ook nog niks aan, want jullie waren toen bezig met de gemeente om te kijken of ze er wat aan gingen doen. Hè? Nee, ze gaan over het uitdiepen zijn ze nog aan de gang, maar dat is nog een beetje vaag wat ze daarmee willen. Wim is daarmee bezig geweest, dus die zal er even meer van weten. Ja, BMW heeft voorlopig de zaak eventjes op de lange baan geschoven. Dat wil zeggen, ze willen eerst dat de M65 gereed komt. Oh, dat gaat dan wel even duren volgens mij. Ja. Dus wij gaan weer in gesprek met de gemeente. Niet wat de mogelijkheden niet zijn, maar welke mogelijkheden er wel zijn. Oké, maar nu is natuurlijk, we zitten nu midden in die discussie van die N65. Dat houden jullie natuurlijk nauwlettend in de gaten? Uiteraard, ja. Want het is nog geen gelopen race, hè, dat het allemaal gaat gebeuren zoals voorgesteld. Maar jullie doen nog ook mee in die discussie natuurlijk? Nee. We hebben genoeg aan het water. Ja, oké. Maar goed, dat ene hangt wel met het andere samen nou natuurlijk. Dat moeten we even gaan bekijken. Ja. Daar wordt nog een discussie over gevoerd. Oké. Ja. En hoeveel later is nou het zeilseizoen eigenlijk begonnen? We zitten nu, Cor, aan anderhalve maand. Hè? Ja, zo is het. 1 april normaal. Hè? Normaal beginnen we om 1 april eigenlijk. Dat is nu verzet. Oké. Dat is wel een week of 6. Eigenlijk zou ik me bijna afvragen waarom. Want in een zeilboot, je zit er misschien met maximaal 2 man, misschien zelfs alleen. Dan zit je toch ver van elkaar af. Nou nee, kijk, zulke grote jachten hebben we hier niet, hè. Oké. Dus je zit gauw dicht bij elkaar. Nou ja, en nu vorige week de zaak wat verruimd is, dan zeggen we, nou, dit kunnen we weer doen. Ja, want verder, want in het clubhuis, daar heb je dan waarschijnlijk ook moeten sluiten dan, of zo. Dat is geen sociaal samen zijn meer nu. Nee, absoluut niet. Nee. Maar het kan zo weer veranderen. Hè? Ja, we wachten maar. We zijn al lang blij dat de leden weer kunnen komen. Ja. Zijn er sinds het begin van de coronacrisis zijn de leden afgehaakt? Nou, mij niet bekend of er leden afgehaakt zijn door de coronacrisis. Je hebt iedere jaar toch wel wat mutaties. Leden die verdwijnen, leden die komen. Er is een wachtlijst nog steeds. We zitten eigenlijk nog steeds vol. Dus jullie hebben eigenlijk niet te klagen daarover? Je hoort ons niet klagen. Nee. Okay. En dat we weer gebruik van het water kunnen maken. En dat geldt voor de zwemmers ook. Ik ben ook lid van de Dommelbaarzen. Oh ja. En ja, die willen ook graag weer de zaak opstarten. Nou, we daar toch over hebben. Hoe is het daar nu geregeld? Wat zijn hun plannen op dit moment? Het is nog eventjes stil. Oké. Ja. Ze wachten nog even af. Ik heb wel mensen hier zien trainen. Die zwemmen dan toch wel aardig achter elkaar. Die houden wel tussenruimte. Maar hoe het verder gaat, straks met een lange baanwedstrijd of iets, ik weet het nog niet. Nou, de zwembaden mogen weer open, hè, sinds vandaag, officieel. Oh, nou, dat is nieuw voor mij. Ja, als ze de maatregelen in acht nemen. Ja. Oké, nou, een fijn seizoen gewenst. Fijn, dankjewel.